Hallo allemaal. We gaan vandaag naar de Westelijke Stadsboulevard. We zijn hier nu ongeveer een maandje bezig en over naar de tweede fase. We gaan even een kijkje nemen en in gesprek met Robert Molenaar. Hoi, ik ben Robert Molenaar, BLVC-coördinator op de Westelijke Stadsboulevard. Robert, we staan hier bij de Westelijke Stadsboulevard. Kun jij ons vertellen wat we hier aan het doen zijn? Ja, we zijn bezig met een herinrichting. We gaan terug van 2x2 rijbanen naar 2x1 rijstrook. En waarom gaan we dat doen? We gaan dat doen om de veiligheid te vergroten hier voor de omgeving. En we gaan een stuk groene middenberm aanbrengen, waardoor het allemaal een stukje groener wordt in de buurt hier. Oké, top. En ik zie ontzettend veel materieel. Wat zijn we hier vandaag aan het doen? We zijn momenteel de rijbaan aan het frezen, de oude rijbanen. We gaan het fietspad opbreken en we zijn bezig met het straatwerk op te breken. Oké, super. Verder heb ik ook begrepen dat er wat extra aandacht is besteed aan de facering op dit project. Kun je daar misschien wat meer over vertellen? Ja, dat klopt. Wij zorgen op dit project dat het verkeer in principe altijd door kan blijven rijden op één rijbaan. We zijn momenteel bezig aan het fietsen en aan het voetpad. Daarvoor hebben we het zo ingericht dat de fietsers een eigen rijstrook krijgen op een rijbaan. En dat ze eigenlijk door kunnen blijven fietsen altijd. Oké, dat is mooi. Dankjewel. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. En wil jij nou graag meer informatie over dit project? Neem dan even een kijkje op de website. Tot de volgende!